En er zijn een aantal teksten die ik met jullie ga noemen, die alles te maken hebben met een kapstok waar ik me de afgelopen jaren aan heb vastgehouden. En ik geloof dat dit een sleutel is voor een doorbraak in uw leven. Ik ben al zelf, deze boodschap kwam heel laat, moet ik zeggen. Dus ik werd gisteravond redelijk nerveus. Gelukkig kwam er een boodschap van de Heer. Maar ik ben al maanden ook bezig met de boodschap voor volgende week. Ik geloof dat daar de toon wordt gezet voor wat de Heer wil zeggen en gaat doen door House of Heroes. Maar wat God ook gaat doen in Nederland in 2019. En het is een heel bijzonder jaar gaat dat worden. Een aantal teksten die ik met jullie wil lezen is 1 Thessalonicenzen 5 vers 16. Is een doorbraaktekst in mijn leven geweest. Daarom hebben we ook verschillende mensen gevraagd om ook iets te delen. Zoals Jacco en Emily over het lijden waar zij ook doorheen zijn gegaan. En wat moedig dat jullie hier staan en kunnen zeggen dat God goed is. Dat kun je alleen maar zeggen als je een relatie met Jezus hebt. En daar staat, wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden. Ik ga hem nogmaals noemen. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk en dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat hij wil van u, die één bent met Christus Jezus verlangt. Want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus verlangt. Dat is precies wat er 2 weken geleden gebeurd is. Toen mensen zijn gedoopt, werden ze één in Jezus. En er zijn hier vandaag allerlei mensen bij elkaar, honderden mensen en ook mensen die thuis kijken, die één zijn met Jezus. En dan zegt de Bijbel, dit is wat de Heer Jezus van u wil, wees altijd verheugd, bid onophoudelijk en dank God onder alle omstandigheden. En mensen, menselijk gezien is dit onmogelijk. En dit kun je alleen maar doen als je gevuld bent met de kracht van de Heilige Geest. Want vaak is je ziel te neergeslagen. Maar prijs de Heer dat je niet alleen maar een ziel hebt, je hebt ook een lichaam en je hebt ook een geest. En daarom mag je elke dag tegen je geest zeggen, wees altijd verheugd, bid onophoudelijk en dank God onder alle omstandigheden. Dit zijn versen die mensen geleerd hebben dwars door dood, dwars door rouw, dwars door dingen die gebeurd zijn, die moeilijk waren, heen. Dank God onder alle omstandigheden, bid onophoudelijk en wees altijd verheugd. Dit is het medicijn tegen bitterheid, teleurstelling en angst. Amen. Dit is het medicijn wat ik u nu mag geven, gratis van Jezus Apotheek. En hier kun je niet mee naar een apotheek gaan in de wereld, want die geven je waarschijnlijk allerlei pilletjes. En voor een seizoen zijn bepaalde pilletjes zijn belangrijk, absoluut. En soms moet je wel misschien je hele leven lang pilletjes gebruiken voor allerlei omstandigheden. Maar dit is alleen maar wat Jezus kan geven. Een doorbraak in je leven. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk en dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat Hij van u die één bent met Christus Jezus verlangt. En dan staat er in Filippenzen 4 vers 13. Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. Zullen we het met elkaar even hardop zeggen? Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. I love it. Zal ik nog een keer zeggen? Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. En als je dit gaat realiseren vanaf vandaag, dat de Bijbel zegt dat je tegen alles bestand bent, als je in Hem bent, in Jezus bent, door Hem die mij kracht geeft. Dit is een belofte voor je hele toekomstige leven. Dit is een belofte tot op het moment dat je je ogen sluit op deze aarde en je ogen opent daar waar Jezus is. Als je gered bent en vandaag is ook weer een gelegenheid om je leven aan Jezus te geven. En dan is dit een belofte dat je tegen alles bestand bent voor datgene wat er op je pad gaat komen. Je bent ook bestand tegen alle valstrikken van de duivel die hij misschien in je leven gaat plaatsen. Je bent tegen alles bestand. Je bent bestand tegen rouw. Je bent bestand tegen allerlei omstandigheden, tegen elke storm die misschien nog gaat komen in je leven. Wat een belofte. Je bent tegen alles bestand. Oh, zo wil ik het oude jaar afsluiten en zo wil ik het nieuwe jaar ingaan. Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. En dan staat er in 2 Timotheus 2 vers 26. Maar zelfs als de vijand mij probeert te overmeesteren. En hij kan dat proberen in je leven. En zelfs als hij probeert mij zijn wil op te leggen. Het zijn 2 dingen die de vijand vaak probeert te doen. Hij probeert je in 1 keer te overmeesteren. En dan probeert hij zijn duivelse leugenachtige wil op je te leggen.
Dan zelfs dan, zegt 2 Timotheus 2 vers 26, geeft u mij de kracht om uit zijn valstrik te ontsnappen. I love this. Waar de booby traps ook in je leven zijn gelegd om jou van je bestemming af te halen, samen met de Heilige Geest ben jij in staat dat zelfs als jij in een valstrik van de vijand stapt, dan kan hij je eruit halen, mensen. Dit is een leven van vrijheid. Zolang we in hem verbonden zijn, zolang we Jezus volgen, zolang we tijd met hem doorbrengen, zolang we naar hem luisteren, zul je bestand zijn tegen alles wat je te wachten staat. I love this. En daarom kunnen we ook zeggen, we sluiten 2018 af. En we gaan met opgeheven hoofd gaan we straks naar het nieuwe jaar 2019. Want ja, the best is yet to come. En ik sta hier niet te preken als een ongelofelijke verliefde jongen. Ik sta hier te preken omdat deze teksten de afgelopen jaren mij hier doorheen hebben geholpen. Toen het niet zo lekker ging. Daar kan ik nu van getuigen. En Jesaja 43 vers 18 zegt, blijf niet staan. En dit geldt voor jullie allemaal. Als je in het leven dingen hebt meegemaakt die niet leuk waren. En we focussen ons ook heel vaak op de dingen die wel leuk zijn. De doorbraken, de overwinningen, de genezingen. De mensen die zijn genezen. Doorbraak in je leven, financiële voorspoed. We hebben de afgelopen weken weer allerlei getuigenissen binnengekregen van mensen. Die financiële doorbraak hebben meegemaakt. In hun lichaam, maar ook in hun financiën. Gewoon in erestel met relaties. Maar weet je, er zijn ook mensen die dit jaar door moeilijke dingen zijn heen gegaan. Of je kent mensen die door moeilijke dingen zijn heen gegaan. Maar er staat in vers 18 in Jesaja 43, staat, blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Hier wordt niet gesproken over het allemaal maar vergeten. Hier wordt gesproken, bouw nou je huis niet in je bitterheid. Bouw nou je huis niet in je teleurstelling of in het aanstoot nemen als iemand iets negatiefs over je heeft gezegd. Ik kan daar boeken over schrijven. Maar je hebt jezelf ermee. Mensen, 2018 weiger ik om aanstoot, als ik aanstoot heb genomen, om dat mee te nemen naar 2019. Ik weiger het. Daarom gaan we ook zo het avondmaal vieren. En daarin wil ik je uitdagen om als je aanstoot hebt genomen of mensen hebben je zeer gedaan, onterecht of terecht. Misschien heb je zelf aanleiding gegeven of er is gewoon wat gebeurd. Dan wil ik je echt oproepen vandaag om te vergeven. Want je neemt die aanstoot, die bitterheid, neem je mee naar 2019. En dat maakt niet die andere ziek, het maakt jou ziek. Waardoor je niet uiteindelijk volledig in je bestemming, in de dromen die God je heeft gegeven, kan leven. Blijf niet staan. Met andere woorden, ja, je bent door alle dingen heen gegaan. Maar bouw je huis daar niet. Blijf niet staan. Wat er allemaal gebeurd is, laat het verleden nu rusten. En dan zegt hij in vers 19, zie, ik ga iets nieuws verrichten. Ja. Nu ontkiemd hebt, heb je het nog niet gemerkt? En dan staat er, ik baan een weg door de woestijn. Er staat niet, de woestijn wordt weggenomen. Er staat, ik maak rivieren in de wildernis. Er staat niet, ik neem de wildernis weg. Maar als jij vandaag in de wildernis zit, in chaos, als je geen weg meer ziet of je zit in de woestijn en het is droog en door, dan zeg het woord van de Heer vandaag tegen jou, ik maak een baan door een weg door de woestijn en een rivier in de wildernis, zodat je er sneller uit kan komen. Ja, zodat je niet eindeloos maar in die jungle blijft doorploegen of in dat dulle zand, maar dat er een weg voor je wordt gebaand op dit moment. En daarom gaan we zo avondmaal vieren. Voor 2019, ik heb 6 korte puntjes. Die ga ik onderbouwen. 6 korte puntjes in 5 minuten. En dat gaat lukken. Heel belangrijk, ook de mensen thuis kijken. Schrijf ze op, bewaar ze in je hart. Waar ik je voor 2019 ontzettend graag wil in uitdagen. Neem de tijd, nummer 1, om God op nummer 1 in je leven te zetten. Als je het hebt over goede voornemens, en ik geloof in goede voornemens, dan is dit misschien een goed voornemen om over na te denken. En als het maandag is, om 12 uur, dat je tegen de Heer zegt, Heer, dit is mijn voornemen. Dit is mijn voornemen. Ik zet u op nummer 1 in mijn leven. U heeft de hoogste prioriteit. Ontwikkel, punt 2, een krachtig gebedsleven. Dat is de reden waarom ik in februari namens House of Heroes gaan we een gebedsconferentie organiseren. Maar ontwikkel een krachtig gebedsleven. We willen in 2019 jouw sleutels geven voor een krachtiger gebedsleven. Amen.
En in dat gebedsleven, daar zoek je de wijsheid van de Heer. En mag je bij hem zijn. En in dat gebedsleven draag je op het moment dat je wakker wordt. En je denkt aan je koffie, je cappuccino en alles wat je die dag nog moet doen. Begin met Jezus en eindig met Jezus. Heel simpel, maar zo moeilijk. Begin met Jezus. En als je in je bed ligt en je bent niet geëindigd met Jezus en je valt bijna in slaap, ga dan ergens op de play zitten. Ga door het huis lopen. Doe wat. Je zegt, Heer, ik wil eindigen met u. Ik wil bidden met u. Ik wil eindigen met aanbidding. Ik wil eindigen met het woord. 3. Begin opnieuw. Dat is een heel erg belangrijk iets. Een goed voornemen. Heel belangrijk. Begin opnieuw. Er zijn die mensen en je hebt beloftes van God op je leven gekregen. En je hebt ze zelf door je omstandigheden begraven. Okay, dit zijn niet misschien eigen beloftes, maar je hebt een belofte van God gekregen en je hebt ze begraven. Er zijn hier ook mensen, dat is een hele belangrijke, je bent die belofte, die ben je verloren. Dat kan ook. Je bent een belofte gewoon verloren. Je hebt hem niet persoonlijk begraven, maar je bent hem gewoon kwijtgeraakt. En de derde is vergeten. Je bent een belofte vergeten. Eerder gisteren zat ik nog door mijn iPad te screenen. En las ik in één keer een belofte die God mij 2 jaar geleden had gegeven. Was ik helemaal vergeten. Ja? En de vijand die zit er ook vaak op. Dat je de beloftes van God op je leven vergeet. Dus als jij hier bent en je hebt beloftes van God op je leven, maar je hebt ze persoonlijk begraven, je bent ze verloren of je bent ze vergeten, dan wil ik op dit moment voor je bidden. Lieve Heer Jezus, op dit moment bid ik uw zegen over alle woorden die ooit zijn uitgesproken over ieder persoonlijk leven. Van kinds af aan, misschien van de tienertijd, misschien toen je volwassen was in je twintiger jaren, maar je bent ze vergeten. Dan bid ik op dit moment, Heilige Geest, dat u de beloftes naar voren haalt en we verbreken de geest van vergeetachtigheid over de beloftes van God op je leven. En ik bid, Heer Jezus en Heilige Geest, dat u de komende dagen, voor maandagavond, de komende dag, Heer, de beloftes weer in herinnering brengt. En daar, Heer, waar we ze begraven hebben en we weten, maar dit is van u en u heeft gesproken. Heer, dan zijn we bereid om die beloftes weer op te graven. Heer, en we willen ze weer geven aan u. Zeg maar, Heer, maar u heeft gesproken. We vertrouwen weer op u, in Jezus' naam. Dus nummer 3, begin opnieuw. 2 Korinthe 5, vers 17 zegt, daarom is ook iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Met andere woorden, punt 4 is, laat het gaan. Laat je pijn, laat je teleurstelling, laat je aanstoot vandaag bij het kruis. Ik kan het niet duidelijker zeggen tegen jullie. Neem ze niet mee naar 2019. En ja, ik geloof in counseling en heb je ook zeker nodig. Maar ik geloof op dit moment in de zalving waarin we met elkaar bezig zijn. Dat God boven natuurlijk iets hier kan doen. Wat misschien 10 jaar duurt, kan hij in 1 dag doen. Hij is hier. En hij wil een herstelde bruid. En ik kan echt meepraten, mensen, over heel veel dingen. Uiteindelijk, als je ermee gaat rondlopen en je geeft ze niet terug aan Jezus, je hebt jezelf ermee en je wordt ziek. Je kan er ziek van worden. Je kan ziek van bitterheid worden. Je kan ziek van stress worden. Je kan ziek van aanstootnemer worden. Je kan ziek van teleurstellingen worden. Dan prijs God dat er een Jezus is, de Zoon van God, die hier is om dat om te turnen naar hoop, naar liefde, naar de kracht van vergeving. Ik ben er bijna. Oké? 5. Verander je taal. Verander je taal. Er staat in Spreuken 18, vers 21, woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Pas als je je taal leert veranderen, pas dan is dat een resultaat van je vernieuwde denken. Oké? Dus verander je taal. Ga hoop uitspreken. De komende dagen, zeg tegen de Heer, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Ik ben een nieuwe schepping. En het laatste, vers 6, dat is de komende dagen, pak een pen en pak een papier of pak een iPad, wat je ook hebt om iets op te schrijven. Pak het op en schrijf erop gebieden waarin jij gelooft dat God jou wil herstellen in 2019. En wij gaan voor jou bidden. Wij gaan met jou staan. Schrijf de komende 24 uur op. Pak die pen, pak dat papier, pak die iPad en schrijf erop de gebieden waarin jij gelooft dat God jou wil herstellen. En plak deze gebedsverzoek op je in je gebedskamer, in je studeerkamer, slaapkamer.
En ik geloof dat God het gaat herstellen, want hij is een God van herstel. En een extra opdracht die ik jullie net zoals vorig jaar ook wil meegeven is, wat heeft God gezegd over een eigen plek binnen House of Heroes? Wil je dat doen? Wil je dat doen, gemeente? Dat het niet afhangt van een paar leiders. We zijn samen familie. Oké? Dat we samen actief gaan bidden. Heer, wat is ons toekomstige plekje, een gebouw, een plek waar wij als House of Heroes niet alleen maar kunnen samenkomen, maar waar we 7 dagen in de week activiteiten kunnen doen. Bijbelschool, alles erop en eraan. Wil u dat doen met elkaar? Dan staat Jeremia 1 en de band kan naar voren komen. Vers 9 tot 11. En de Heer strekte zijn hand uit en hij raakte mijn mond aan en zei tegen mij, hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. En nu op deze dag geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken. Om ze uit te rukken, dat is heel apostolisch. Om ze te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken en op te bouwen en te planten. En de Heer richtte zich op mij. En ik geloof dat dit een woord van de Heer is. Vers 11. Wat zie je, Jeremia? En Jeremia zei, ik antwoordde, ik zie een amandeltwijg. En ik geloof dat dit is wat de Heer tegen jullie zegt. En ook de mensen die thuis via YouTube meekijken. Als je die tijd van gebed gaat nemen, dan geloof ik dat de Heer je wil openen. En dat de vraag van de Heer is, hij gaat je ogen openen, wat zie je? Hallo. Wat zie je? Want er is een hele geestelijke wereld. En ik geloof dat God aan jullie visioenen wil geven. Wat zie je? En dan zei Jeremia, ik zie een amandeltwijg. Met andere woorden, God weet exact wat hij gaat laten zien aan jullie. Wat zie je? Ik zie een amandeltwijg. Dat zie je goed, zei de Heer. Halleluja. Zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen. Wat zien jullie, lieve gemeente? Dit is wat ik geloof, wat God hier zegt. Dat datgene wat misschien 10 jaar duurt, dat zal maar 1 jaar duren. Datgene wat misschien 20 jaar zou duren, dat zal gebeuren in een dag. Er zal versnelling zijn. Het is voorjaar. Bijna. Het laatste, Habakkuk 2, vers 2 tot 3. Dit was het antwoord van de Heer. Schrijf dit visioen op. Grif het duidelijk in platen, zodat het, wat staat er? Snel te lezen is. Dat is een woord. Weer snel. Voorjaar, amandeltwijg. Ik zie al iets bloeien. Er gaat iets in 2019, iets heel snel gebeuren, wat te maken heeft met de belofte die God op deze gemeente heeft gelegd. Ja? En dan zegt hij ook, schrijf het op. Daarom roep ik jullie ook allemaal uit om niet alleen maar het aan mensen over te laten die hier op het podium staan, maar dat we met elkaar actief gaan opschrijven wat de Heer jullie heeft laten zien. Schrijf dit op. Grif het duidelijk in platen, dat het snel te lezen is. Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is. Het getuigt ervan, het liegt niet. Dus alles wat de Heer heeft laten zien, dat wacht tot zijn tijd gekomen is. Het getuigt ervan, het liegt niet. Ook al is het nog niet vervuld, wacht maar, het komt zeker. Het zal niet uitblijven. Dat was good. Dat was 6. Pak pen en papier en schrijf dit op. En de laatste, wees een gever. Op het moment dat je geeft, dan straf je de verslinder. En dat hebben we net gelezen uit 2 Korinthe 9, vers 6 tot 8. Ik wens jullie vanaf deze plek een geweldig, echt een geweldig, oud en nieuw. Maar in de geest bid ik op dit moment voor jullie allemaal, dat jullie allemaal kunnen zeggen met oud en nieuw, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Amen.